ergens in het Nieuwe Testament word je opgeroepen om voor geloof te bidden. Waarom niet? Je hebt het gekregen toen je tot bekering kwam. Ik zie dat er eerder van mij gevraagd wordt om te geloven wat God zegt. We gaan een beetje preken hier vandaag. Nergens in de Bijbel word jij opgeroepen om geloof te bidden. Maar en Nieuw Testament is. Maar overal in het Nieuwe Testament word je opgeroepen om te geloven. Zou het niet onredelijk van God zijn om jou te vragen iets te geloven waar je niet voor bent toegerust? God weet dat je ervoor bent toegerust en God weet dat hij jou rema heeft gegeven toen je tot bekering kwam. Hoeveel kunnen we volgen nog? Daarom wordt er vrijmoedig een beroep op je gedaan in de Bijbel om Jezus te volgen, je oog op hem gericht te houden en om God te geloven. Waarom? God weet wat hij jou gegeven heeft toen je tot bekering kwam. Als dat niet zo is, heb ik het recht om vandaag tegen hem te zeggen, u bent een onredelijke God. U vraagt van mij om een soort rema geloof te hebben, terwijl ik het niet heb. Dan zegt hij, wie zegt dat je het niet hebt? Het volgende vers zegt ook, door het geloof weten wij dat de wereld door God geschapen is. Hoeveel christenen hier weten zeker dat God de wereld geschapen heeft? Dat is openbaringskennis. Want heel het gros van de wereld twijfelt daaraan. Het gros van de wereld zegt een oerslijm, evolutie, een oerknal, ik weet het niet. U staat heel nuchter voor mij en zegt, God heeft de wereld geschapen. Dan heeft God een bepaald soort openbaring, geloof aan je gegeven, waardoor je het weet. En dat is, wanneer je tot bekering komt, is dat deel van het pakket. In één keer weet je iets. Dus elke christen heeft rema geloof gekregen bij je bekering. En je moet het leren toepassen. Je moet leren werken ermee. Je moet accepteren dat je God zijn stem gehoord hebt. Dat je gered bent en dat hij je wil helpen. En dat gezondheid voor jou is. En dat overwinning voor jou is. En dat doorbraak voor jou is. Je hoeft me niet te geloven, maar dan gaat je geloof in problemen komen. Want als jij niet gelooft dat je God zijn stem gehoord hebt toen je tot bekering kwam, blijf je in onzekerheid. Kan ik aan mijn oren? Als jij niet kan geloven vandaag dat de dag dat je tot bekering kwam, je de stem van God gehoord hebt, kom je in onzekerheid. Maar als jij vandaag kan zeggen, toen ik gered werd, heb ik de stem van God gehoord, dat brengt zekerheid in je leven. En je hebt dit nodig. Anders word je net Johannes de Doper in de gevangenis, bent u het wel? Je gaat twijfelen. Weet je wanneer je gaat twijfelen? Als het moeilijk wordt. Johannes de Doper vraagt niet aan Jezus of hij het is als het gewoon is. Hij vraagt het in de gevangenis. Luistert u? Dus als je niet uitgaat van ik heb rema gekregen toen ik tot geloof kwam, krijg je het heel moeilijk als het moeilijk wordt. Want alles gaat aan je schudden. Die wankele wereld shaked aan alle kanten. En dan moet je weten, maar wacht even, ho! Ho, ho, ho! Toen ik tot bekering kwam, heb ik een onwankelbaar koninkrijk gekregen. En heb ik geloof van God gekregen om te midden van al het gewankel stabiliteit te krijgen. Oh Jezus, we horen God praten. Als jij niet gelooft dat je rema hebt gekregen, geloof, openbaringsgeloof van God, toen je tot bekering kwam, word je onzeker in je problemen en moeilijkheden. Want dan ga je weer vragen, Heer, wat is uw wil? Wat is uw wil voor mij, Heer? Is het uw wil dat ik hier doorheen kom? Is het uw wil dat ik slaag? Is het uw wil dat ik overga? Is het uw wil dat ik gezond ben? Wil u dat ik blijf leven? Je moet leren werken met rema. Rema is voor moeilijke momenten. Rema is om vast te houden wanneer het lastig is. Ik herhaal, ik ga het nog 3 keer herhalen, dus dan weet u dat al. Rema is om vast te houden als het lastig is. Rema is om stevig vast te houden als het lastig is. Rema is om niet los te laten als het moeilijk is. Daar is rema voor. En bij je bekering heb je het gekregen.
En als je dat niet vasthoudt, ik beloof je vandaag, die shakeable wereld, die wankele wereld gaat aan je schudden. En op allerlei wijzen. En je wordt onzeker en je kan zelfs gaan twijfelen aan de goedheid van God. Does it make sense? Je kan gaan twijfelen aan de goedheid van God als jij niet overtuigd bent van ik heb rema gehad toen ik tot bekering kwam. Levensomstandigheden gaan aan je trekken. Het leven gaat aan je shaken. En je kan op een plek komen dat je zegt, ik weet het niet meer. Daarom moet je weten hoe dat ding werkt. Je hebt rema gekregen toen je tot geloof kwam. En God zegt in Hebreeën, hij zegt je eerst in Hebreeën hoofdstuk 11. Je hebt zekerheid gekregen toen je tot geloof kwam. Gebruik dat ding, werk met dat ding. En het zal een bewijs leveren. Als jij gaat werken met je geloof, krijg je zekerheid. En het gaat een bewijs leveren, want wat ik zeg, wil ik uitwerken in je leven. En dan in hoofdstuk 12 zegt hij ons, deze wereld wankelt. En je moet hem gelijk geven. Deze wereld wankelt en wankel is om jou naar beneden te halen. Wat wankelt wil je naar beneden halen. Deze wereld is erop uit om jou en mij bij God weg te halen. Of je het leuk vindt of niet, het is gaande om je heen in alle opzichten. En jij moet leren staan in het geloof van ik ben gered. Want wie gered is, weet dat hij gered is. Hoeveel hier weten dat je gered bent? Ah, maar jullie horen me niet. Hoeveel hier weten dat je gered bent? Roermond, hey! Nu, als je weet dat je gered bent, dan weet je ook dat God leeft, dat Jezus leeft. En dan weet je ook dat zijn woorden waar zijn. En dan weet je ook dat zijn koninkrijk een onwankelbaar koninkrijk is. Maar je weet ook dat je in een situatie leeft wat shaked. En je weet ook dat je moet leren vasthouden wat hij zegt. Anders, wat shake, gaat je plat krijgen. Ik weet niet aan de jou, maar ik voel het shaken van deze wereld. En ik zie dat ik alleen kan blijven staan door me te focussen op God. En daarom staat er, laat je oog alleen op hem gericht zijn. Want wanneer je oog op hem richt, dan in één keer sta je op die onzichtbare rots te midden van een shakeable, een wankele wereld. David zegt, de Heer is mijn rots. Maar de Heer wordt pas je rots als je geloof activeert. Also, kunnen we dit volgen? Je leeft in een wankele wereld, maar God wil je rots zijn. Hoort u dit? Je leeft in een wankele wereld, maar te midden van die wankele wereld wil de Heer dat je het gevoel hebt van ik sta op een rots. En die rots is Jezus. En die rots is openbaringskennis. Oh Jezus. Die rots waarop je staat is Jezus en openbaringskennis, rema. Wordt die preek opgenomen? We gaan dit ding uitwerken voor God. De rots waarop je kan staan in een wankele wereld is Jezus Christus. De Bijbel noemt hem de rots. David zegt, de Heer is mijn steenrots. En Jezus zegt tegen Petrus, op deze rots, Matteüs 16, op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Wat was dat? Openbaringskennis. Wat is dat openbaringskennis? Rema. Dat is God die tot je praat, dat is God die je wat duidelijk maakt. Dus die shakeable wereld waarin ik zit, die wankele wereld waarin ik zit, kan ik pas handelen als ik mijn geloof activeer om op de rots Jezus te staan en te staan op openbaringskennis van hem. En ermee te werken. Want openbaringskennis is één ding, maar je moet ermee werken. Wacht niet tot je in problemen komt om met openbaringskennis te werken, ben je te laat. Met openbaringskennis moet je regelmatig werken. Ik heb een schrift thuis met heel wat openbaringen van God. U mag het weten, regelmatig ga ik er doorheen. En spreek ik de dingen uit. Zeg ik, en dit heeft God me gezegd en dit heeft God me gezegd. Voor mijn persoonlijk leven, voor mijn vrouw, voor mijn gezin. Zie je, I reiterate it. Ik herhaal het en ik blijf het zeggen. Dat is Bijbels mediteren. Bijbels mediteren is zeggen wat God zegt, het herhalen en erover nadenken.
Je kunt niet naar mij luisteren en niks doen met wat je hoort. Je gaat problemen krijgen. Je kunt ook geen aantekeningen maken. Een kast vol aantekeningen hebben en nooit meer erin kijken. Je gaat problemen krijgen. Alles wat je dan kan doen is mensen laten zien hoeveel schriften je hebt met aantekeningen. Is aardig om te zien, maar wat doe jij ermee? Kan ik een beetje preken vandaag? Als je mij jouw apostel noemt, moet je me de ruimte geven om met je te preken. Als je aantekeningen maakt, maar je doet er nooit meer wat mee. Als je naar predikingen luistert en je denkt, wow, God praat tot mij. En je schrijft het op, maar vervolgens stop je het weg en je doet er niks mee. En je hebt tijd alleen voor andere dingen. Dan kraak jij de geestelijke wet. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je toegeworpen worden. Je moet leren werken met wat God je gegeven heeft. Je kan niet wachten tot je in problemen bent gekomen. Dan ben je te laat. Rema woord is om je voor te bereiden om dingen te tackelen. Maar rema woord is ook dat je echt je voorbereidt. Hey, God heeft gezegd, hij zal me niet begeven, hij zal me niet verlaten. God heeft gezegd, ik ben gezegend, man, ik geloof die dingen. Ik proclameer het. Opdat wanneer in één keer problemen komen met waar, dingen die je nodig hebt, je toegerust bent. En dat je zegt, ja, maar dit blijft niet zo. Het moet veranderen, want de Heer heeft mij gezegd, hij voorziet in al mijn noden. Als iets je lichaam aanvalt, manka rosata te roseke yahata. Als iets je lichaam aanvalt en je hebt geoefend van tevoren en dat ding wil je zeggen, dit ding gaat je doden, dan zeg je, nee, ik zal niet sterven, maar leven. Want de Heer heeft me gezegd dat hij me bewaart, dat hij me beschermt. Je moet gaan werken met rema. Mozes krijgt rema, hij gaat naar Farao, kijkt naar de weerstand. Maar wat doet hij? Hij blijft zeggen wat God zegt. En zeggen, toch gaat het volk weg. Er blijft geen hoefijzer achter. Mannen gaan, vrouwen gaan, kinderen gaan, dieren gaan. Niks blijft achter. Waarom? De man had rema en hij werkte ermee. Als hij er niet mee gewerkt had, hadden ze nog gezeten in Egypte. Het feit dat God praat, wil niet zeggen dat jij al vrij bent. Het feit dat als God praat, betekent het, ik heb je de weg gewezen om vrij te leven. Klaro? Is dit duidelijk? Hoeveel zien dat onderwijs belangrijk is? David zegt ook, hij oefent mijn handen ten strijden. Hij leert mij hoe te vechten. Je hebt openbaringskennis nodig. Daarom zegt Paulus ook tegen de mensen in Colosse, hey, zorg dat je de rechte kennis hebt. De juiste kennis hebt. De verkeerde kennis gaat verkeerd resultaat geven. Dus, in Hebreeën 12 zie ik een wankele wereld. En ik zie daar tegenover een onwankelbaar koninkrijk. Ik zie ook dat ik word opgeroepen om God te dienen met ontzag en met eerbied. In Hebreeën 11 zie ik dat ik geloofzekerheid heb. De enige zekerheid die u heeft in dit leven is geloofzekerheid. De enige zekerheid die je hebt is geloofzekerheid. Alle andere dingen zijn kwetsbaar. En geloofzekerheid maakt de andere dingen sterk. O Jezus. Jouw huwelijk en mijn huwelijk zonder God is hartstikke kwetsbaar. Maar als geloofzekerheid erbij komt bij beide partners, maakt het je huwelijk sterk. O Jezus. O Jezus. Dus geloofzekerheid maakt dat kwetsbare dingen in één keer sterk worden. Laat ik een ander voorbeeld geven. De economie gaat op, de economie gaat neer. Ene moment is het geweldig, andere moment is er kan weer een crisis komen. Dus je bent net een jojo. Elke keer moet je kijken naar de beurs, wat de beurs doet, wat de beleggers doen, wat Trump zegt, wat Poetin zegt, wat in Iran gebeurt. Je bent shakeable. Hoeveel begrijpen dit? Je bent shakeable aan alle kanten, onzeker. Maar als je zekerheid vindt in God, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. O Jezus. Dan wil dat niet zeggen dat je dom belegt. Je belegt met wijsheid en inzicht. Maar één ding weet je, mijn financiën zijn verzekerd door mijn relatie met de Heer Jezus. En mocht het een keer fout gaan, opent God een andere deur voor mij om eruit te komen. Jouw geloofzekerheid is de zekerheid die je nodig hebt in dit leven.
Wat voor zekerheid heb je voor gezondheid? Geloofzekerheid. Als u morgen naar uw collega's gaat en zegt, ik word nooit ziek, schrikken ze al van je uitspraak. Ze kijken je aan met ogen als tennisballen. Ze zeggen, ben je gek geworden? Omdat ze weten dat niemand dat kan zeggen. Zelfs als een dokter vandaag tegen je zegt, ik heb je gecheckt, alles is goed, dan is het nog een geloofzaak om gezond weg te lopen. Want over een maand kan je in problemen zijn. Oh. Weet je dat iemand die een hartaanval heeft gehad, als ze het ziekenhuis verlaten, het heel moeilijk soms voor hun is om het ziekenhuis te verlaten? Omdat ze denken, hier heb ik zekerheid. Ik heb van een journalist gelezen jaren geleden, de man heeft een vreselijke hartinfarct gehad en na een bepaalde behandeling, stond in de krant, mocht hij naar huis gaan. En hij zat voor het ziekenhuis in zijn auto en was bang dat wat gebeurd was hem weer zou overkomen. Hij was bang dat hij denkt, hier ben ik tenminste snel bij de hulp. Dat is de situatie zonder God. Als je Jezus hebt, dan rij je weg met Jezus. En zeg, Heer, ik geloof dat hij me bewaart, dat hij me beschermt. Hoeveel begrijpen dit? Je bent dan niet geografisch aan een gebouw gebonden. Je bent vast aan de Heer die met je meegaat. Tof dat je hebt gekeken naar onze video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En klik snel op het belletje, zodat je updates ontvangt voor de eerstvolgende video.